Ik voel me top. Ik denk dat hij me 0 keer heeft geraakt in de partij die we gevochten hebben. En verder voel ik gewoon alleen maar motivatie om door te knallen. Dus ik stond maandag ook alweer in de sportschool. En no days off. Ja, nou even terug naar die partij. Het waren de knieën die het hem deden. De eerste keer deed hij of het in de kruis was. Ja. Weet ik niet, maar was dat de gameplan vanaf het begin? In principe niet. De gameplan was erop en erover. En dat is wel gelukt. En hoe dat zou gebeuren, dat moest ik aanvoelen tijdens de partij. Hij gaf me wat ruimte en die benutte ik meteen door erop te springen met mijn knieën. Zoals je weet, we komen altijd om aan te vallen en haast te houden. En dit keer lukte het allemaal. Eerst beginnen bij Yousry. Wat vond jij als trainer van de partij? Ja, het was kort, krachtig. Ik heb wel 1 of 2 foutjes gezien, maar ja, dat zie je altijd als trainer. Maar voor de rest was het goed. Goede knie. Nou, de eerste knie was het al raar. Ging je weer net doen of je hem in zijn zak had. En toen wisten we al, deze man komt niet om te vechten. Toch? Want de knie, was dat part of the gameplan? Of? Ja, nou ja, gameplan was gewoon lang houden. En als we dan binnenkwamen, dan gaan we de knieën gooien. Dus, nou ja, dit was raak. Want eigenlijk hierna zouden we met knieën naar het gezicht komen. Maar ja, dat hoefde niet meer. Nee, want het was al meteen heel snel klaar. Die andere jongen, dat is helemaal een mooi verhaal, maakte zijn debuut. Donaghy, meteen tegen de nummer 5 van de ranking. Neem ons even terug naar die partij. Ja, nou ja, we werden gebeld of hij wou vechten. Nou, graag natuurlijk. Hij kon zijn glory debuut maken. Hij is pas 20 jaar, hoe mooi kan het zijn dan? Snap je, dat is ook sport. En we stapten erin. Hij was een beetje zenuwachtig, maar hij ging er meteen vol in. Hij ging voor de knock-out. Weet je, dat is ook wat verwacht wordt, wat gedaan wordt. Gastig, de eerste ronde ging ik gewoon echt vol aan de bak, zeg maar. Terwijl normaal gesproken begin ik eerst rustig en ga ik daarna gas geven. En nu was het gewoon gelijk, we gaan gewoon gelijk. En dat maakt natuurlijk het verschil. Want ik gaf alleen maar powerpunches. Gewoon alles was hard. Om gewoon echt om te killen, zeg maar. En normaal begin ik gewoon rustig en dan ga je daarna tempo opvoeren. Dus je wilde hem echt meteen heet maken? Ik wilde hem meteen heet maken, gewoon echt heel heet. Maar ja, hij begon te dansen, dus. Heb je zelf al getrakteerd op een leuk cadeautje voor het geld wat je hebt verdiend? Ja, ik heb alleen beats gehaald. Dus nu een koptelefoon en verder heb ik nog niet iets ermee gedaan. Ah, hij heeft nog alle tijd om daar iets leuks voor te kopen. Belgeroui, vond je dat een leuke partij? Ja, vond ik een leuke partij en had het ook nodig natuurlijk, Belgeroui, na zijn nederlaag tegen Pereira. Ik denk dat die eerste knie al meteen raak was, dus dat was meteen succes. Het lijkt op een knie in het kruis, maar ik denk niet dat het het geval was. En dan gaat hij mee door en dan maakt hij het eigenlijk vrij snel af. Dus helemaal goed voor Belgeroui. Ja, want dat zeg je al, want de druk stond er natuurlijk hoog op. Als hij dit verliest, dan is het mentale behoorlijke slag. Ja. Wat nu met hem? Ja, nu denk ik dat we gaan kijken tegen wie we hem gaan zetten, toch binnen die top. Ja? Niet meteen weer voor die wereldtitel. En dan kijken of hij dit kan houden, dat hij in die winningstreak blijft. En dan gaat hij zeker weer opnieuw voor die titel een keer. Ja, wat vond jij, Remy, trouwens, van dit gevecht? Nou, ik vond het een hele mooie partij. Kijk, als mensen met knieën beginnen, dan zeg ik, hey, top. Ja, hou jij van. Door. Ja, want ik hoorde Mike net al zeggen van, hij maakte de knie naar het lichaam en dan zou hij omhoog gaan, naar het hoofd. Ja, dat was ook mijn plan geweest, denk ik. Eerst naar het lichaam een aantal keren en dan een keer faken of een linker directe uitsteken en dan meteen omhoog trekken. Mooi plan, goed plan. Ja. Jammer dat hij al bij die eerste paar knieën naar het lichaam ging. Ja, houdt sowieso natuurlijk van de combinaties. Donaghy, ja, is natuurlijk net begonnen bij Glory en heeft het geweldig gedaan. Ja, groot talent. 20 jaar, dus nog, die gaat nog veel van zich laten horen. Je ziet wel toch dat hij heel erg aanvallend begint. En hij wil echt gaan voor die knockout. Maar hij bijt zich toch een beetje vast in de taaiheid van een ervaren Suspergie. En dat zie je dan in de latere rondes wel terugkomen. Dus eigenlijk is dat niet slim om meteen vol druk te zetten? Nou ja, hij kan natuurlijk die andere verrassen daardoor. Maar in dit geval, je ziet toch die routinier, die houdt toch stand. En dan heb je al wat kruid verspild in de eerste rondes. Ja, zou jij ook wat eerder de kat uit de boom kijken of even rustig aan doen wat hij eigenlijk normaal gesproken doet? Nou ja, kijk, ik begrijp wel wat Donaghy doet. Hij wordt natuurlijk op zo'n podium neergezet en er wordt natuurlijk wat van hem verwacht. Zeker. Hij wil eigenlijk die knockout laten zien en gewoon zeggen van, hey jongens, ik ben er en hij gaat de rest ook aanpakken. Nou, pakt dat iets anders uit, want die Suspergie was natuurlijk had een ander plan. Die wilde gewoon blijven staan en ook gewoon terugvechten. En dat zag je ook wel, dat hij iets meer ervaring heeft. En dat hij gewoon waarschijnlijk al wat meer oorlog heeft doorstaan. En daarom kon hij toch wel doorgaan tot de derde ronde. Ja. En dat heeft hij gewoon goed gedaan.